soms denk ik, ik ben al 4, 5 dagen heb ik met niemand gepraat, behalve mijn team op Slack en in Zoom, en ben ik niet buiten geweest. Heeft iemand je ooit genaaid voor geld? Ja, daarna skill their skills, product research, binnen het product. Je hebt maar één product nodig om je leven compleet te veranderen. En ik denk dat een van de dingen die daarin heel belangrijk zijn is... Wat vind je van de guru game in Nederland? Hoeveel geld heb je nodig om echt comfortabel in Dubai te leven? Ik denk als je comfortabel wil leven, zou ik zeggen minimaal... Yo guys, goed dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik krijg zo gigantisch veel vragen over ondernemen. Hoe start ik? Hoe ben je gekomen waar je nu bent? Op Instagram. Dus ik dacht, laten we hier gewoon even in de studio gaan zitten. De meest gestelde vragen, sommige gekke vragen even voor jullie gaan beantwoorden. Ik zit hier samen met Bas, dus laten we gewoon lekker gaan beginnen, man. Ja man, ik heb een lijstje gemaakt met de meest gestelde vragen erin. En laten we direct gewoon gaan aftrappen met de eerste vraag. En dat is, wanneer dacht je, ik ben vrij? Op het moment dat jij sales ziet staan op jouw Shopify dashboard, dus je ziet dat er bestellingen binnenkomen, je ziet wel nummers, maar het zijn gewoon nummers op een scherm. Ben nog niet vrij. Weet je, je kan nu 10 mil op je bank hebben, maar het zijn gewoon cijfertjes. Je bent in principe nog niks, je voelt het nog niet. Maar op het moment dat ik de eerste keer mijn geld inzette voor vrijheid, dus dat ik mijn eerste trip deed naar Barcelona van mijn eerste e-com geld, toen had ik het idee van ik ben echt vrij, want ik cruise daar met een klein stepje door de stad heen en ik verdiende ondertussen geld. En dat was eigenlijk, ik dacht, oké, ik ben vrij. Ik kan gewoon doen wat ik wil. Ik kan gewoon fun hebben. Ik eet paella, ik chill aan het strand en ik verdien geld. Dat was 100% het moment dat ik dacht, ik ben vrij. En dat was ook het moment dat ik dacht, ik moet harder gaan dan ooit. Want ik dacht, oké, dit wil ik nooit meer loslaten. Ik wil nooit meer anders. Ik wil voor de rest van mijn leven vrijheid. En dat was dat moment, man. Want geld op een bank is gewoon geld op een bank. Maar als je het inzet voor vrijheid, dan ga je pas merken ja, dat je geld als middel kan inzetten om een vrij leven te leven. Alright, man. En dan hebben we de tweede vraag. En dat is ook wel een vraag die ik best wel vaak voorbij zie komen. En dat is, wat vind je van de guru game in Nederland? Ik denk dat mensen mijn antwoord daarop weten. Ik ben sowieso iemand die niet te veel met andere mensen bezig is. Misschien maar beter ook. Ik vind het gewoon jammer dat er zo'n verkeerd beeld wordt geschetst van het online ondernemen. Want het is de beste manier nu. Het is zo'n opportunity om je leven in een korte tijd te veranderen. Maar omdat iedereen het gewoon framed zoals... Hey, kom een cursus, klik op de link, kijk deze video. Na deze video ga je garandeerd 100k per maand. Weet je, er is zo'n... Het is zo sceptisch allemaal. Ik snap dat mensen sceptisch zijn, want het is gewoon bullshit. Tuurlijk, de helft of 80% van die gasten heeft nooit iets gedraaid. Hebben nooit geld verdiend met e-commerce. Hebben er geen verstand van. En... Maar ook los daarvan, ik denk gewoon dat dat verwachtingspatroon is gewoon helemaal verpest, man. Als ik hoor van members van... Yo, Thomas, ik word de hele dag gespamd door coaches. Wat is dit? Komt dat omdat ik jou volg? Ja, dat komt omdat je mij volgt. Weet je, al die coaches die volgen je. Alle mensen die ons gaan volgen... Die gaan ze berichtjes sturen met, hey, doe je ook e-commerce, hey, dit, hey, dat. Je wordt helemaal plat gebombardeerd, snap je? Dus je ziet door de bomen het bos niet meer. En dat vind ik gewoon heel jammer. Dus ik vind dat mensen het gewoon veel te veel framen als, word snel rijk. Ondernemen is niet makkelijk, het is simpel. Natuurlijk, 10k per maand verdienen kan iedereen, maar het wordt zo geframed als, het is zo makkelijk. En daar heb ik gewoon een hekel aan, man. En weet je, iedereen kan een Instagram story maken en wat results faken en zeggen, yo, klik op een link. Maar dat is gewoon niet hoe het werkt. En dat verwachtingspatroon wordt gewoon compleet verkeerd geschetst. En dat vind ik gewoon heel jammer, man. Ja, er wordt echt misbruik gemaakt van. Ja, dat vind ik echt jammer, want ik weet hoe erg het mijn leven heeft veranderd. Ik weet hoe het leven van andere mensen om me heen heeft veranderd. En als er zo'n laag overheen zit, vind ik gewoon echt jammer, man. Dat vind ik echt jammer. Maar ja, wat doe ik eraan, weet je? Ik focus me gewoon lekker op mezelf en maak impact. En uiteindelijk is het ook aan iemand wat iemand doet. Daar ben ik ook niet verantwoordelijk voor. Maar ik vind het wel jammer dat er gewoon misbruik wordt gemaakt van de situatie, man. Dat mag je zeker weten. Ja, man. Zonde. Ja. Zou je samen met een vriend starten of alleen? Een business. Ja. Voor 99 van de 100 gevallen is het een dom idee om een business met je vriend te starten. Omdat, oh ja, we zijn beste vrienden en oh ja, we zijn ons hele leven al samen, dus we gaan een business starten. Oké, ja, en we denken allebei precies hetzelfde over dingen. Ja, het ding van een businesspartner is dat je anders denkt, dus dat je bepaalde dingen voor je hebt liggen, dat je een andere mening hebt, een andere kijk en dat je tot een beste conclusie kan komen. Maar als je altijd hetzelfde denkt en, oh ja, we hebben altijd gevoetbald vroeger, ja, nu kunnen we hebben samen, willen we de wereld rondreizen. Ik zou gewoon zeggen, start alleen. Ik denk dat als je een broer hebt of een zus, dat het wel heel sterk kan zijn. Ik heb een paar broers die ik ken die gewoon echt keihard gaan. En je hebt natuurlijk ook gewoon de Tates die gewoon... Want je vertrouwt je broer als geen ander. Maar ik zie er zelf niet echt een meerwaarde van in. Ik denk dat je heel veel leert van alleen ondernemen. Want de wins zijn voor jou. Maar ook zeker de losses zijn voor jou. Als het even niet lekker gaat en je zit even jankend op je kamer. Want die dingen gaan gewoon gebeuren. Het is niet alleen maar in één keer alles omhoog. Daar leer je gewoon superveel van en daar word je hard van. Daar bouw je karakter op. En op het moment dat je dan verder bent, dan kan je naar mijn mening je krachten gaan bundelen met iemand anders. Maar zeker als je dingen doet zoals een agency, bol.com, dropshipping in het begin. Ja, heeft het echt, naar mijn mening, weinig zin om het met iemand te starten. En ik zie het vaker fout gaan dan goed. Ja, dus je zegt eigenlijk, je moet zeg maar beginnen alleen. Omdat je dan precies ziet wat je goed doet, wat je fout doet, et cetera. Op het moment dat je dat ook van jezelf weet,
dat je iemand zoekt die dat kan aanvullen. En ja, dat je elkaar aanvult. Ja, en wij als mensen zijn ook een soort kuddedieren. We willen altijd dingen samen met mensen doen. Dus denken, oh ja, het is leuk om met z'n tweeën te doen. Dan kunnen we elkaar helpen. Maar uiteindelijk, als jij keihard wil gaan en je vriend iets minder, dan word je eigenlijk geremd door je beste mattie of vriendin of wat dan ook. Dus ik zou altijd alleen starten. Je hebt 100% controle, 100% verantwoordelijkheid. Jij bouwt de skills. En natuurlijk kunnen er ook vrienden hetzelfde doen als jij doet. Maar ja, wat ik zeg, ik zie vaker fout gaan dan goed. Dus ik zie daar geen meerwaarde van in. Ja, dus start alleen, vier het samen. Ja, klinkt fancy toch? Oh, wij zijn met twee vrienden en we kopen supercars. Je ziet toch zeg maar die video's op TikTok, ja, weet je wel? Zo ziek. Ja, ja, maar 9 van de 10 keer is dat... Kijk, dit bedoel ik dus. Jij vindt het ziek, maar 9 van de 10 keer zijn het gehuurde auto's. Yo, we hebben samen een supercar gekocht en met mijn beste vriend heb ik een business gestart. Stel je voor, jij met je beste vriend, jullie zijn allebei multimiljonair. Dat gebeurt bij 0,0001% van de beste vrienden die samen een business gaan starten. Maar omdat dat zo wordt geframed van, oh, met je beste vriend zijn rijk. Bro, dat is toch de dream? Dat je met je beste vriend op een jacht, supercars, dat is de droom. Maar stop even met die droom, kijk naar de realiteit. In 99% van de gevallen lukt het niet om met je beste vriend of vriendin een business te starten. Dus ja, je kan je wel naar TikToks kijken. Natuurlijk is het lijp, het is ziek, het is tof, maar ik zou het niet doen. Nee, nice, ja. Bas er even in. 1, 2, 3, 4. Nice. Goed teken. Juist, als ik op de klok kijk, is het zo vaak 1, 2, dus 12, 34. Ik heb dat zo vaak. Ik zie die elke dag. Ik weet niet waarom. Ja, ik zit wel eens op mijn telefoon. Maar voor mij voelt dat dus oké, dus een teken van stap voor stap. Alright, dan heb ik ook een vraag die haakt best wel aan op de vorige vraag. Je zou dus een business alleen starten. Ja. Hoe deal je dan met eenzaamheid? Wat daar misschien zo bij zou kunnen komen kijken. Hoe ik deal met eenzaamheid als ondernemer? Ja, man. In het algemeen? Ja, in het algemeen. Ik denk dat ieder persoon die links gaat waar anderen rechts gaan, die een business gaat starten, die minder naar feestjes gaat, die op zichzelf is, op de grind is. Iedereen zal mij erin herkennen dat je je vaak eenzaam voelt. En dat is niet makkelijk. En dat heb ik vandaag de dag nog steeds. En het is eigenlijk best wel logisch te verklaren, omdat 99% van de bevolking die gaat rechts en jij gaat links. Jij gaat iets anders doen. We zijn in de minderheid. En ja, je voelt je eenzaam. Je voelt je wellicht onbegrepen door je familie. Je voelt je onbegrepen door je vrienden. Je hebt het gevoel dat niemand jou begrijpt. Het lukt niet. Je zit in de stress. Je maakt bepaalde fouten en je ziet het licht niet meer aan het eind van de tunnel. Maar dat zijn momenten die je karakter bouwen. Dus eenzaamheid is gewoon een part of het ondernemerschap. En ik heb het gevoel dat ook veel te weinig mensen daarover praten. En daarom dat we deze vraag waarschijnlijk ook vaak krijgen van heel veel mensen voelen dat. Hey, is dat normaal? Yo, dat is heel normaal. Ik spreek superveel grote ondernemers. Multiple 8 figures a year. Dus gewoon tientallen miljoenen per jaar. En ook die guys hebben nog steeds last van eenzaamheid. De gasten die jij online ziet, waar je wellicht tegen opkijkt, die hebben die eenzaamheid ook. En ik denk dat dat iets is waar wij ondernemers elkaar gewoon in kunnen helpen. Van, yo, je bent niet alleen. Je staat er niet alleen voor. En iedereen ervaart die momenten, die periodes dat je alleen voelt, onbegrepen. En dat is gewoon part of the game. En zeker in het begin. Eerste jaar ondernemen is echt niet makkelijk. Je voelt je onbegrepen. Je kan nog niet met big guys gaan netwerken. Want ja, wat hebben ze aan jou? Klinkt heel hard, maar wat hebben ze aan jou? Je hebt nog geen waarde te bieden. Maar alles gaat het waard zijn. Als je gewoon doorpakt en op een gegeven moment ga je skills bouwen. Kan je met mensen gaan connecten. En ja, ga je dat wel minder krijgen. Maar eenzaamheid zal altijd part zijn of the game. Maar ja, weet je, als het makkelijk zou zijn, zou iedereen het doen. Ja, je mag blij zijn dat je niet met iedereen levelt. Nee, dat sowieso. En ik zeg ook altijd, je kan beter alleen zijn dan met de verkeerde mensen. En als je op een gegeven moment skills gaat opbouwen, je komt erin, dan ga je genoeg positieve, like-minded mensen aantrekken. Maar ook ik nu, ook tuurlijk, ik heb ook een circle, ik heb ook een vriendengroep. Maar ik ben ook vaak genoeg alleen, omdat je gewoon op de grind bent. En er zijn gewoon dingen die je moet doen. Soms denk ik ben al 4-5 dagen heb ik met niemand gepraat, behalve mijn team op Slack en in Zoom. En ben ik niet buiten geweest. Ja, is part of the game. Maar als ik dan uiteindelijk met vrienden toffe dingen doe, een ziek weekend heb, we bij de beste restaurants eten en we gewoon het leven vieren, dan het is het allemaal waard. En het is gewoon part of the game, man. En het hoort erbij. Heeft iemand je ooit genaaid voor geld? Ja, ga ik niet op in. Maar het is wel zo. Met welke ondernemer zou je een dag meelopen? Ruilen of meelopen, bedoel je? Meelopen, man. Goeie vraag, man. Ik denk dat ik zou meelopen met meneer Alex Hormozi. Omdat hij heeft zo'n werkethiek. Hij leeft zo humble. Zeg maar, hij zou alles kunnen doen waar wij allemaal van dromen. En hij loopt gewoon lekker op zijn klompen in een hempie. En zit gewoon de hele dag gewoon in zijn office. Geen fancy uitzicht. Geen wolkenkrabbers. Gewoon een muur, een laptop, een pen, papier en gewoon een koptelefoon. En ik zou wel eens willen weten hoe zijn dagen eruit zien. En om met hem mee te lopen. Om daar gewoon een deel van zijn energie over te nemen, man. Ja, man, want je ziet hem ook in bepaalde video's. Zie je hem echt in zo'n soort gang zitten. Ja, letterlijk. Bro, ja. Hij zit letterlijk in een gang. Je ziet gewoon een hok. Een scherm. Alsof je in een soort van afgezonderde ruimte zit in de bibliotheek. Zo'n stickertje op zijn neus. Stickertje op zijn neus. En gewoon grind. Ja, man. Gewoon doen. Geen fancy morning routine. Gewoon hup, aan het werk. Dit is wat ik moet doen. En ja, en zijn vrouw natuurlijk ook, Leila Hormozi, die trouwens ook super slim is. En ik vind dat zo'n inspirerend stijl. Ik vind dat zo tof om te zien. Eerst dacht ik van, oké, je kan echt geen business runnen met je vrouw. Maar nu ik hun zo zie, denk ik van, oké, er zijn dus gevallen waarbij het wel lukt. Maar ik vind dat wel heel bijzonder, man. Ik zou met hem meelopen. En hij denkt zo simpel.
hij is zo goed in sales en in marketing. En dat is wat ik heb gezien. Als je steeds meer om mensen heen hangt die een paar stappen verder zijn dan jij, en hij is natuurlijk veel verder dan ik, laten we dat voorop stellen, maar je hoeft maar 1-2 kleine inzichtjes mee te nemen en je kan er weer veel verder zijn. Dus wellicht kijken in deze video en je hoeft maar een paar dingen al te horen en die kan je implementeren en je kan alweer een paar stappen verder zijn. Dus dat is echt mega belangrijk om je te beseffen. Dus lang verhaal kort, meneer Hormozy. Meneer Hormozy, Mr. Hormozy. Mr. Hormozy. Dus Mr. Hormozy, appreciate you, brother. In de ruimte, geen afleidingen, klompen aan. Zie je Thomas straks achter een laptopje zitten. Met wie wil je een dag rijden? Ja, met een man met een baard en een hemdje die in een hok zit. Ja, met een sticker op zijn neus. Ja, lijpgozer. Ja, man. Alright, en deze zag ik staan. En zeg maar, ik vraag het mezelf ook wel echt af. Hoeveel geld heb je nodig om echt comfortabel in Dubai te leven? Als je een prijs zou noemen. Iets per maand, een bedrag. Ja, wat is comfortabel? Kijk, er zijn mensen die hier wonen voor 2.000 per maand. Maar dat is denk ik niet comfortabel waar je op doelt. Dus meer voor mensen die willen naar Dubai verhuizen. Die zeggen, ik wil hier ooit gaan wonen. Maar wat heb ik ongeveer nodig om minimaal te spenden aan lifestyle? Lekker hapje te eten, wat doen. Nice plek. Ja, je kan zo gek maken als je wil. Je kan een ton uitgeven op een avond. Niet gedaan, daar niet van. Maar het kan. Er zijn levels hier. Ik denk als je comfortabel wil leven, zou ik zeggen minimaal 15... 20.000 per maand, zodat je niet in een of andere buitenwijk zit en op je dingen moet letten. En gewoon alles wat Dubai heeft, daar gewoon lekker van kunnen genieten. En dat is niet, dan doe je geen gekke dingen of zo, maar dan kan je wel gewoon, kan je wel gewoon chill leven. Maar ja, als je bijvoorbeeld voor 5, 6, 7.000 zou je ook op zich hier wel kunnen leven. Alleen, ik weet niet of dat dan de Dubai is die je voor ogen hebt. Ja, dat is niet de Dubai die je overal op Instagram... Nee, maar dat vind ik lastig om te zeggen, want ik ben hier nooit geweest met... Van, oh, ik mag maar 7.000 spenden, zeg maar. Ik zit aan de andere iets meer aan de andere kant. Niet een ton per avond, maar je snapt wat ik bedoel. Maar ja, het ligt ook heel erg aan de plek waar je woont. Kijk, als je in downtown zit, betaal je een compleet andere huur. Kijk, mijn appartement in downtown, als ik die een paar wijken verderop had, betaal je de helft. Je betaalt puur voor de view, voor de toren, voor die fucking toren. Ik wou net zeggen, want de view is niet mis. Nee, maar je betaalt puur voor de toren. Dus dat ligt er heel erg aan, man. Maar ja, dat is zeg ik mijn antwoord. Waarom bless je Obaza met Armani lovers? Wie heeft dat erin gezet? Ik ga je niet op in. Guys, take care of your people. Dat is belangrijk. Ik heb mooie nieuwe lovers gekregen. Nee, maar dat is echt belangrijk. Mensen vragen zich af, ja, waarom presteert mijn team niet? Waarom? Omdat je team behandelt als, ja, dit zijn werknemers. Yo, wij zijn gewoon met elkaar. Wij zijn aan het bouwen. Iedereen gaat door het vuur voor elkaar. Omdat iedereen gewoon zijn of haar zone of genius heeft. En we gewoon aan het knallen zijn. En het niet allemaal zo formeel is. En je niet met een fucking stropdas op de Zoom calls moet verschijnen. Het is gewoon chill, je doet je ding. En dan krijg je af en toe lovers. Ja. Je hoort mij niet klagen. Ik denk dat mensen dat heel erg zien van, oh, team en ja, een beetje die baas-werknemer-vibe. Maar bro, dat werkt zo averechts, denk ik. Ja, maar dat is oprecht zo. Wat zijn belangrijke skills voor het draaien van een succesvolle e-commerce store? Allereerst is dat naar mijn mening de gave om je te verplaatsen in de klant. Wij denken altijd, oh, dit vind ik een mooie website. Oh, dit product vind ik nice. Hey mama, zou ik dit product verkopen? Nee, dat wil niemand hebben. En dat zijn dan de producten waar je keihard mee gaat. Dus je wil je altijd verplaatsen in de ideale klant in plaats van wat vind ik mooi of waarvan denk ik dat het gaat verkopen. Ja, daarna skill their skills, goede producten vinden, product research, het winnende product. Je hebt maar één product nodig om je leven compleet te veranderen. En ik denk dat een van de dingen die daarin heel belangrijk zijn is dat je kan spotten, hey, dit gaat viral bij iemand anders, een andere brand of store, die verkoopt dit product, ik kan het ook. Dus dat je een gat in de markt ziet. Oké, zij verkopen dit al, zij gaan nu al heel lekker met dit product, maar kijk even naar die website, het ziet er niet uit. Dus dat je een kans spot, dus dat je ziet, als zij dit al verkopen met een crap website, laat staan als ik dat product ook ga pakken in de Nederlandse markt, want ik zie nu dat zij het in Duitsland doen, en ik maak het beter. Dus dat je de gave hebt om dat soort dingen te spotten, dat is een hele belangrijke skill. Want zonder product ook geen sales. En dat is eigenlijk waar het allemaal begint. En de laatste, ik denk niet dat dit per se iets is voor e-commerce, maar al geheel in het ondernemen is. Het moeilijkste van ondernemen is simpel denken. Dus zoals Johan Cruijff ooit zei van, het moeilijkste in voetbal is gewoon simpel spelen. Ik denk dat dat ook heel erg geldt in het ondernemerschap. We overdenken heel vaak dingen, maar het is gewoon heel analytisch kijken naar dingen. Hey, werkt iets in het klein? Doen we er meer van? Werkt dit niet? Stoppen we daarmee? Dus gewoon simpel denken. En mensen denken, hoe verder ik kom, hoe complexer ik dingen moet maken. Maar je moet het juist heel simpel houden. Je moet het super overzichtelijk houden. En de dingen die je doet, dat je daar gewoon nog beter in wordt. In plaats van allerlei dingen erbij halen, toeters bellen. Dat is echt nergens voor nodig, man. En zeker als het jouw doel is om uiteindelijk een business te bouwen waardoor je een ideale lifestyle kan leven, gaat het niet werken met een super complexe business. En dat is ook echt nergens voor nodig. En misschien de laatste vraag om het af te sluiten. Waarom ben je gestart met YouTube? Moest van jou. Ja.
Nee, omdat YouTube een platform is waar je heel veel mensen kan inspireren. Ik had natuurlijk al de podcast sinds april. Ik deed toen helemaal nog geen Econ Freedom of wat dan ook in de zin van een programma. Maar die podcast ging zo lekker en zoveel mensen vonden dat tof. En die luisterden onderweg, naar school, naar werk, tijdens het werken, dat soort dingen. Toen dacht ik, ja, waarom laten we dit gewoon niet op YouTube doen? Beeld erbij, kunnen wat meer van de lifestyle laten zien. Want ik dacht, ik kreeg op een gegeven moment een inzicht van leverage. Ik bedoel, ik leefde die lifestyle over een paar jaar. Ik zat al in Dubai en Bali en in Barcelona. Alleen, waarom zou ik daar ook niet andere mensen mee kunnen inspireren? Dus eigenlijk mijn grootste why, waarom ik met YouTube ben begonnen, is... ik wil een kanaal maken die ik had willen zien toen ik startte met ondernemen. Wat ik heb gemist. Gewoon een kanaal, gewoon transparantie, geen snel rijk worden bullshit. Ook niet op twee knoppen en je wordt rijk. Maar gewoon knowledge, uitleg, motivatie, drive. En dat je vanuit dat kanaal gewoon je leven kan veranderen. En dat... we zijn aardig op weg, heb ik het idee, man. 100%. Als je hier nou naar kijkt, je hebt het idee van, joh, dat snel rijk worden en zo, daar geloof ik niet in. Net als jij, Thomas, maar ik wil wel gewoon mijn leven veranderen. Ik raad je heel erg aan om mijn Miami vlog te kijken. Dit is een super raw vlog, geen fancy edit. Het is gewoon ik in Miami en ik deel daar dingen die super belangrijk met je zijn. En als je die dingen niet weet, is de kans dat je gaat slagen gewoon super klein. Dus ga die video checken, we zullen hem hieronder even linken. En die gaat je sowieso heel erg helpen. Alright man, dat waren alle vragen die ik had opgeschreven. Mocht je het tof vinden en meer willen leren over je leven veranderen zonder de no bullshit, klik op twee knoppen en ik ben rijk. Abonneer even op het kanaal, ga je veel meer leren. En dan Bas, thanks voor de vragen. Guys, ik spreek je bij de volgende. Abonneer, like en ik zie jullie de volgende keer. Ciao. Ciao.